Hallo iedereen, heerlijk dat jullie er allemaal weer bij zijn vandaag. Mijn naam is Don en vandaag beginnen we de dag gelijk weer goed, jongens. Niet omdat het zonnetje schijnt en omdat ik me goed voel omdat ik lekker geslapen heb. Ik heb niet veel geslapen, maar wel lekker, dus dat scheelt. Klein beetje verkouden, ik moest net super hard niezen. Komt-ie. Ik heb heel veel kriebel aan deze kant van mijn neus. Dus ik zit de hele tijd te denken, oké, er komt een nies van heel ver, weet je wel. En ik zei natuurlijk, ik begin de dag goed. En dan kunnen jullie denken, nou, dat is omdat het mooi weer is. Je hebt redelijk goed geslapen. Oké, ik ga het maar gewoon zeggen, ik had weer een dom idee. Ja, daar komt het op neer. Zoals gewoonlijk heb ik een dom idee. Nou, en misschien is het helemaal niet eens een dom idee, weet je. Ik zat in mijn hoofd te denken, ik wil eigenlijk, omdat ik mijn scooter een tijdje terug verkocht heb, zat ik te denken, ik wil eigenlijk wel weer een oude scooter, maar dan geen dure scooter, gewoon een scooter. Een oude scooter, een soort sloopdingetje. En waar ik gewoon een beetje mee kan crossen door het land, een beetje gek mee kan doen. En toevallig, het is echt toeval, hier dichtbij in de buurt staat er één te koop voor een heel mooi prijsje, vind ik. Ja, echt super goedkoop, want dat ding is gewoon een sloopding eigenlijk. En ja, ik kwam dus met het geniale idee om gewoon een oude brommer of scooter aan te schaffen en daar gewoon een beetje gek mee te doen. En ik denk, ja, je leeft maar één keer, weet je, als je iets wil en je hebt er geen twijfels over, gewoon doen. Dus, nou ja, mijn moeder gaat me wegbrengen en dan rijd ik met de scooter terug. Pien, wat gaat je broer nou weer doen, hè? Ik heb mijn jasje aan, ik moet ook nog wel even bijkomen, hoor. Ik was gisteren ineens random in Londen, super leuk. In Engeland was ik en ja, ik heb super weinig geslapen, dus ik voel me een beetje dromerig. Maar ik voel me wel goed, want het is weer een verse dag. Ik heb er zin in. De laatste dagen voel ik me echt goed, terwijl ik heel weinig slaap. Super raar. Kom, schat. Precies, we moeten gaan. We gaan vandaag weer instappen bij de Ferrari. La Ferrari, la Ferrari. Rijden maar, deurtje open. Ja, oh je gaat. Oh. What the fuck? Holy moly, het is echt heerlijk weer. Kijk, wat een plaatje, jongens. 'S Winters is het meestal verschrikkelijk in de polder. Maar als dan de zon schijnt, dan is het toch wel lekker Hollands. Maar dan wel ook heel erg Hollands. Lieve mama, die zet mij af bij de plek waar ik mijn scooter moet kopen. Waar moet ik in godsnaam, waar moet dat ding nou weer staan? In een garage, weet je. En hoe moet dat met benzine tanken? Want dat is ook nogal een dingetje, toch? Benzine tanken? Mijn moeder bedoelt met tanken, hoe ga je dat doen? Want je kan... Goh, hou je bek toch eens, man. Jezus Christus. Mijn moeder bedoelt van, je kan natuurlijk gewoon normaal gaan tanken zoals bij een auto, maar dat werkt bij deze scooter niet. Het is een tweetakt. Wat is een tweetakt? Een tweetakt betekent eigenlijk gewoon, daar kan niet normaal benzine in. Er moet benzine in met mengsel, dus volgens mij een soort olie. Ik weet het niet precies. Ik weet wel hoe het werkt, qua wat ik erin moet gooien, maar ik weet niet hoe het werkt motorisch gezien. Maakt allemaal niet uit, gaat allemaal goed komen. Het enige wat ik nu denk, yes, eindelijk weer een scooter. Ik heb al zo lang geen scooter meer. Een Tomos, daar zeur je ook echt al ongeveer 4 jaar over. Mijn moeder zegt, een Tomos, daar zeur ik al 4 jaar over. Dat klopt. Een Tomos is eigenlijk gewoon, nou, jullie gaan dat zo zien. Een soort lijp ding. Een soort raar scootertje. Een snorfiets. Ik denk gewoon, ja, weet je, nu kan het eigenlijk gewoon. En waarom doe ik het niet? Maar joh, weet je wat het is? Het wordt alleen maar super leuk. Zo'n ding is super grappig om gewoon een beetje mee te crossen. Een beetje gek mee te doen. Dus, nou ja, wij gaan even deze rotonde betreden. En dan gaan wij naar de man toe die ons deze scooter verkoopt. Ik vind deze Ferrari prachtig. Kijk eens wat een materiaal. Het is een prachtig, prachtige wagen. Ja, de chauffeuse is ook schitterend. Niet doen. Niet doen. Oh. Oh, jongens, wat is het koud. Het is koud, maar het is ook gelukt. De scooter is officieel van mij. En als je nog niet door had, ik ben thuis. Ik ben in één keer weer thuis. Ik heb even een stukje gereden. Ik heb hem terug naar huis gereden. Hij is gelijk verzekerd, jongens. Dus maak je niet druk. En mijn handen, jongen. Het is zo koud. Ik had alleen die dunne jas bij me die ik net in de auto aan had. En ik kwam net van de scooter. Ik zet hem voor mijn deur. En ik haal mijn handen van de handvatten. En ik doe gewoon zo. En het lukt niet. Althans, ik wilde zo doen. Al mijn handen van het stuur blijven ze gewoon zo staan van de kou. Het is echt retenkoud buiten. Maar in ieder geval, het is gelukt. De scooter, de brommer moet ik zeggen, is van mij. Kom je even kijken, Pien. Dan gaan we hem laten zien. Kom. Mijn witte schoenen zijn gelijk niet meer wit. Kijk dan. Ik kwam met mijn voet tegen de motor aan en ik zit gelijk onder de smeer. Pien is er al mooi voor gaan zitten. Aanschouw, dames en heren. Mijn nieuwe speeltje. Dit ziet er toch goud uit. Dit is gewoon een soort tokkie-mobiel. Hij staat hier tegen de muur aan, omdat hij geen standaard heeft. Die is afgebroken. Hij heeft geen standaard en je kan de snelheid niet zien. Dat zit nergens. Wat een geniaal ding, jongens. Mooi, hè, Pien? Hier kan ik lekker mee kloten. Hij staat hier tegen de muur, omdat de standaard is afgebroken. Dat is eigenlijk het enige wat eraan mankeert. En voor de rest werkt hij gewoon. Het is gewoon, ja, het is gewoon mijn scootertje nu, mijn brommertje. Hier kan ik zoveel grappige dingen mee doen. Kijk, er staat ook racing. Hij komt uit 2010. Ja, wat moet je? Wow, shit, ik schrik me dood. Zo! Hey, oma, wat kom jij doen dan? Ik kom de
sleutel even omruilen, want ik heb de verkeerde sleutel van mijn sleutelbos afgehaald en dan kan ik er niet in. Voor onze sleutel van huis? Mijn sleutel. Oh, ja. Hoi. Nou ja, iets omruilen met de sleutel dus. Zie je het niet, oma, wat hier staat? Wat hier staat? Je auto? Kijk! Een scooter! Hè? Hoe kom je daar nou weer aan? Die heb ik net opgehaald. Nou zeg, wat een ding. Ga je daarmee crossen? Ja, je zag het niet eens. Nee, ja. Kijk, als je hier staat, zie je alleen maar een wiel. Het valt eigenlijk best wel op. Ja, jij zag het gewoon niet. Dan ga ik er even goed voor zitten. Zo. Kijk, wat je dan moet doen, is deze naar rechts doen. Pak je dit pedaal. En hij loopt gelijk. Dan rijd ik hem even naar voren en dan ga ik even een stukje rijden. Oh, geniaal jongens. Ik kan hier dan mijn voeten zo opzetten. Moet ik even nu niet doen, want er zit natuurlijk geen standaard op. Nou, ik ga mijn moeder laten filmen en dan ga ik een rondje rijden. Ik wilde eigenlijk net gaan rijden. Toen zag ik dat de band een beetje zacht was. Zowel voor als achter. Dus uit de garage heb ik even pompjes gepakt. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Nou, ik krijg de band niet veel harder. En ik vind het ook wel mooi geweest zo. Ik heb zin om te rijden. Later, hè. Ja, het ding stinkt. Vreselijk. Heerlijk, je voelt je altijd zo vrij als je gewoon lekker kan crossen. Verschil dat de banden zijn opgepompt. Want net toen ik hem ging halen, kon je echt merken dat ik zachte banden had. Ga je achterop zitten, mam? Dat is goed, maar dan wil ik wel een muts op. Want ik vind het zo koud. Oeter, 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 oeter. Met Romana op de scooter. Ik hoop niet dat we een wheelie trekken bij een hobbel. Wat film je, mam? Wat film je nu? Ja, ik film gewoon dat we vooruit gaan. Wat moet ik dan filmen? Nee! Oh! Nou, daar zijn we weer. Bedankt voor je taxirit met Taxi Don. Tijdens het oppompen net kwam mijn vinger tussen de pomp. En nou heb ik een bloedduim. Maar bedankt voor je rit met Taxi Don. Wat voor sterren geeft u mij? Ik heb maar 1 ster gezien en daar zat ik achter. Ja, daar zat je tegenaan te kijken. Ja. En ik had ook last van mijn eigen ster, want ja, kijk eens waar ik op zat. Op keiharde staal gewoon. Ik ga hem even in de garage zetten. Ik parkeer hem hier zo, hoppatee. Zo, dan geef ik hem even een mooi plekje. Helaas kan ik er vandaag niet super veel mee doen. Echt, ja, ik vind het best wel jammer. Maar dat komt omdat mama en ik moeten nog heel veel dingen... Zo. Onze kastdeur die piept zo hard, het doet gewoon pijn aan je oren. Maar mijn moeder en ik moeten nog wat dingetjes fixen voor de puppy. Jullie weten dat wij een stuk vloerbedekking hebben neergelegd. Vinyl heet dat. En vandaag moeten we daar veel meer van bij gaan halen. Want zoals je ziet is daar nog allemaal normale vloer. En als de puppy komt, dan moet het overal liggen. Want een gladde vloer zoals dit, dat is niet goed voor de ellebogen en de heupen en alle gewrichten van de pup. Dus vandaar dat dit er allemaal komt. Hier, Pien. Hey! En ja, iedereen, dit weekend is het al zover. 15 december, zaterdag 15 december, is Bobo bij ons. Bobo, de Golden Retriever. Nou, ik had er al zoveel zin in en het wordt met de dag alleen maar meer. Deze spullen liggen toch al een tijdje in die hoek, weet je. Ik voel me gewoon zo van, ja, het ligt er. Het moet ook gaan gebruikt worden nu. Nog even terugkomend op die brommer. Ik heb gewoon wat ideetjes hier zitten en die wil ik gewoon gaan uitvoeren ermee. En helaas kan ik er vandaag niet heel erg op rijden, omdat we natuurlijk nu die vloer moeten gaan halen en alles op maat moeten gaan snijden. En kijk, ik bedoel, we hebben nog aardig wat te doen. Het ligt nu alleen in de keuken. Het komt ook in de gang. Het komt ook hier. Het komt hier, hier, hier. Eigenlijk de enige plekken waar het niet komt is dan onder de tafel of onder de bank. En mochten jullie allemaal nieuwsgierig zijn wat ik met mijn scooter ga doen, kan je natuurlijk abonneren. Dan ontvangen jullie binnenkort die video's van de brommer. Maar dat moeten jullie zelf weten of jullie willen abonneren. Let's go, mama. Let's get some vloerbedekking. We gaan met mama... Hey. Afmachen. Afmachen. Dit weertje is toch zeldzaam in december. Maar we zijn bij de vloerbedekkingwinkel. Daar zijn we weer. Kijk. Dit hebben we nodig. Kunnen we niet gewoon die hele rol kopen, mam? Nee joh, gekkie. Ja, maar dan zou alles op rolletjes gaan. Ja, dat wel. Dat gaat nooit in de auto passen. Dat ding moeten we naar huis rollen. Zo, weet je welke muziek ik echt leuk vind? Rolling Stones? Ja. Maar mam, wat is jouw rol hier nu in dan? Ik moet het toch kopen? Is dat een normale trap of een roltrap? Weet je wat mijn favoriete snoep is? Rolo. Maar zullen we even bij de rolgordijnen gaan kijken? Weet je wat we vanavond gaan eten?
Een rollade. Ik hoop niet dat ik met mijn nieuwe brommer op de rollenbank kom. Nee, dat hoop ik ook niet voor je. Ik zei ook echt komp. Dat zegt opa altijd. Dat is gewoon heel plat boers. Komp. Als kind keek ik wel eens tegen jou op. Toen was je echt mijn rolmodel. En nu niet meer. Nee, ja. Maar ik hou nog wel van je, mam. Gelukkig, schat. Dat wordt lekker zitten, zeg. Kijk. Ja. Zo. We hebben aardig wat meters gehaald van dit spul. Allemaal dubbel gevouwen. Om te zorgen dat het past. Kan je nog wel schakelen? Want hieronder zit je ding. Nee. Zo moet het wel lukken, lijkt me toch? Ja. Heel krap, maar moet goed komen. Dat is mijn knie. Ja. Wow, kijk die lucht daar, gek. Ja. Het is eigenlijk nog heel mooi weer, maar vooral aan deze kant. Hier schijnt de zon nog, maar daar komt er een storm aan. Met pijn en moeite zijn de rollen de auto uit. Doe je best, mam. Ik ga je niet helpen. Ik ga gewoon filmen en keihard uitlachen. Ja, die dingen zijn nog best zwaar. Kom jij ook even helpen? Niet doen. Dom. Hé, hey, hop. Hé, hey, hop. Hé, hey, hop. Oh. Ja? We lopen onszelf bijna klem, joh. Ja. Smijten! Dom! Hier, die ander doe ik maar lekker zelf. Want jij kan ook helemaal niks. Hier, mam. Fire! Hey, hop! Hey, hop! Sukkel. Kom je, Pien. Gaat niet zo snel, hè. Nah. Hier ligt één rol. En hier ligt al de tweede, klein beetje uitgerold al. Mijn moeder was al bezig om hier even te kijken of we om de bank heen werken of eronder door. En de stukken die hier dan worden afgesneden, die kunnen dan bijvoorbeeld weer hier komen. We gaan even kijken hoe we het gaan doen. Niet te lang meer lullen, denk. Gewoon lekker beginnen. We hebben de bank gewoon opgetild. Kijk, het ligt gewoon overal. Anders is het zo onhandig. Dan moeten we overal omheen gaan snijden. En dat zou eigenlijk een beetje veel te gek en te moeilijk worden. Zo erg ziet het er eigenlijk ook helemaal niet uit. Holy shit. Dat begint ergens op te lijken. Als je dit stukje eraf haalt, dan hebben we nog wat voor de gang. Oké. Okay. Ja, ik hoop dat het genoeg is, hoor. Het is nog best wel weinig. Lekker bezig, mam. Goed aan het snijden. En als je boos wordt, hoe noem je het dan? God, wat ben ik snijdig. Neem je dat ding ook wel eens mee in het verkeer om de bocht af te snijden? Mam, leg dat mes nou niet zo neer. Je moet wel scherp blijven. Nou, dan maar hopen, nu we dit afgesneden hebben, dat we dit nog kunnen gebruiken voor in de gang. En anders moeten we wat bijhalen. We hebben ook nog dit dubbelzijdige tape. Dat gaat eronder. Als we dat er namelijk niet onder leggen, dan gaat het allemaal schuiven. En dan krijg je dus dit, van die kiertjes of spleten. Ja, ja, ja. De gang ziet er ook prima uit. De vloerbedekking bedekt de vloer goed. Hier nog een klein beetje spleetjes. We moeten kijken of we dat nog fixen of zo laten. De keuken hadden we natuurlijk al om te testen. En dan is de rest nu ook gedaan. Super chill, super relaxed. Dan is het op tijd af, want de puppy komt over een paar dagen. En dan nog even kijken wat we hiermee doen. Want die puppy die zal best wel veel hier zo lopen. Om naar de deur te gaan en de tuin in te gaan. Dus dan moeten we nog even kijken of we daar een lopertje neerleggen. Daar had mijn moeder het over. Gewoon zo'n stoffen lopertje. En anders nog wat bijbestellen, wat bijhalen. En zoals ik volgens mij net al zei, zo erg ziet het er niet eens uit. En mijn moeder is bezig met een of andere stallage voor kerst. Je kan zo gaan turnen bij dit ding. Mijn moeder is dus bezig om hier een stallage te bouwen. En daar wil ze dan wat kerstdingetjes in hangen. Want normaal hebben we daar in die hoek altijd een kerstboom staan. Maar aangezien we de puppy krijgen, kunnen we dat eigenlijk niet doen, een kerstboom. We weten natuurlijk niet of het een knaagdier wordt. Want heel veel puppies die knagen natuurlijk op alles. Dus we doen liever geen kerstboom. Wel een klein beetje jammer, omdat we toch altijd normaal wel een kerstboom hebben. Maar ja, je moet er wat voor over hebben, hè, als je een puppy neemt. En dit is ook wel eens leuk, een keer wat anders. En jij vindt het wel mooi, hè, Pien? Jij vindt het wel lekker liggen allemaal. Ook toen we alleen dit stukje hadden in de keuken, ging Pien liever op het zwarte liggen dan op de normale vloer. Van die vloer doorleggen werd ik helemaal... Dus om aan te sterken van... ga ik lekker eten. Griekse lasagne? Yes. Nee, lekker, jongen. Ja, is het lekker? Ik ben benieuwd. Zo, en we doen niet weinig, hè? Nee. Dat ging er nog sneller in dan dat ik mijn drol doorspoel. Alleen de smaak was wel wat anders. Laat maar zitten, nu lul ik poep. Pien heeft denk ik ook nog honger. Die staat de hele keuken af te speuren op kruimels. Ik zit mijn video's te bewerken... En mijn moeder die komt me gewoon even verwennen. Met lekkere ananas. Het is nog koude ananas ook. Echt top. Mijn favoriete fruit is absoluut ananas. Rom. Er zijn ook heel veel mensen die tegen mij zeggen... Don, ik vind ananas echt niet lekker. Maar waarom zou je dit niet lekker vinden? Het is zo... Maar ja, dat kan natuurlijk. Je kan niet alles lekker vinden. Zo is het ook weer. Ham. Oh. Ik heb super lang zitten editen en ik heb het editen eigenlijk wel een beetje gehad nu. Ik vind het wel weer mooi geweest voor vandaag. Ik hoef gelukkig niet te douchen voordat ik naar bed ga. Dat heb ik net gedaan voordat ik ging editen. Maar ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie ontzettend genoten hebben van vandaag. Ik wel. Ik vond het echt een heerlijke dag. Alleen aan elke dag komt een einde. Ik ga lekker mijn bedje induiken. En dan ga ik zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later.
Konden we dat maar allemaal onze hand op Messi leggen?